Esmeralda van Boon, 35 jaar, moeder van een dochter en al jaren gefascineerd door het Midden-Oosten. Regelmatig reist de Groningse af naar landen als Libië en Egypte om verslag te doen over de Arabische lente. Ze is regelmatig te gast bij Pauw en Witteman. Vandaag is ze op het Windesheim in Zwolle om te vertellen hoe haar werk als Arabiste eruit ziet. Dat eigenlijk sneuvelt in conflict- of oorlogsgebieden is de waarheid. Ieder heeft zijn belang bij een bepaald soort informatie die naar buiten komt. De rebellen ontvingen ons met open armen. Die wilden heel graag dat journalisten daar kwamen om het verhaal te vertellen van hun kant. Maar wat ons heel vaak in de dilemma heeft gebracht, van ja, oké, maar dan wordt hier ons iets verteld. We kunnen het eigenlijk niet zo goed verifiëren. Wat doen we hiermee? Ja, ik vond het vrij interessant. Ik vind het altijd leuk als mensen wat over zichzelf vertellen. Het onderwerp ligt niet heel dicht bij mezelf. Ik heb niet zo heel veel met het Midden-Oosten, met Arabië, maar ik vond het wel heel boeiend hoe ze vertelden. Ik denk dat het een goede les is. Dat je, uit je stoel moet komen en zelf ondernemen moet gaan doen. Ik vond deze middag erg leuk om te doen. Ik vond de groep heel erg positief en leuk interactief. Iedereen had leuke vragen. Als je aan de trein ziet zitten, weet je niks. Maar nu weten wij het hele verhaal erachter. Dus dat er gewoon achter iedereen een heel groot verhaal zit. Terwijl zij gewoon met een kindje thuis zit, doet ze dit werk. Dus het gaat wel heel bijzonder. Ik vind het vaak het leukst als ik ergens een presentatie of een lezing geef. Dat mensen met mij ook wel de discussie aangaan, de vragen stellen. Ik hou er niet zo van om alleen maar monoloog te houden. Ik vind het leuk om ook af en toe met elkaar wat te sparren en een beetje te discussiëren.